Dit jaar is het thema van de Passion: ik ben er voor jou. Maar soms kunnen wij er niet meer zijn voor iemand en moeten wij diegene missen. Hoe werkt dat voor jou? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik heel veel lieve mensen die ik lief heb nog om me heen heb. Mijn vader die leeft niet meer. En ik kan wel zeggen nu, ik mis mijn vader verschrikkelijk. Maar dat is een momentopname. Als het goed met me gaat, dan mis ik hem het hardst. Is er iemand die je mist? Mijn eerste vrouw is overleden 15 jaar geleden. Ik weet niet of ik haar nu nog op die manier mis. Omdat ik opnieuw getrouwd ben. En ik mis wel de moeder van mijn oudste drie kinderen. Mijn vader is overleden toen ik 20 was. 60, vrij plotseling. Zou met pensioen gaan. Is er nooit van gekomen. En sinds ik zelf vader ben, ja, dan denk ik bijna iedere week denk ik echt aan hem en zeg ik van nou, ik wou echt dat je dit had kunnen zien. Hij had zelf ook twee jongens en ik heb nu ook twee jongens. En dat, ja, dat is wel heftig. Ja, dat zijn wel verschillende mensen. Maar mijn tante, de zus van mijn moeder, is overleden toen ik heel jong was. Ik was een jaar of 9. Ze was zelf ook heel jong, 42 net, toen ze overleed. En het is heel gek, want dan ben je het kind, dus dan beleef je het wel. Maar ik heb wel natuurlijk gezien hoeveel verdriet mijn moeder had. Maar het lijkt wel of ik haar zelf de laatste jaren bijna wel meer ga missen of zo. Ook omdat af en toe dan mensen, mijn ouders, zeggen, oh, je lijkt op een. Dan denk ik ook wel van, hé, hoe zou dat zijn als ze er nu nog zou zijn? Wat voor band zouden we dan hebben? Zouden mijn moeder en zij nog steeds zo hecht zijn? Zou ik dan bijvoorbeeld ook heel hecht met haar zijn of niet? Dus dat wordt wel steeds meer naarmate ik zelf ook ouder word. Ja, mijn vader is nu 4 jaar, 5 jaar overleden. En dat is denk ik wel het grootste verlies in mijn leven tot nu toe geweest. En die mis ik wel af en toe, ja. Ja, ik vind het voor mijn kinderen. Kijk, een partner kies je. Je krijgt daar een zegening in dat je die van God krijgt. En dat is fantastisch. En ik voel me ook altijd erg gezegend dat ik haar gekend heb. En ook dat ik nu weer een vrouw heb. Maar dat weet je, dat je hebt geen recht op een onbekommerd bestaan. Ik vind wel dat kinderen recht hebben op een onbekommerde jeugd daarin. En als je dan dus 20 bent, was mijn dochter 19. En daarvan 15 jaar zonder moeder heb doorgebracht, vind ik dat eigenlijk onverteerbaar. Nou ja, vooral het delen van misschien wel een gedeelde passie. Dat je denkt, dit had hij mooi gevonden. Het zijn soms bij hele kleine herinneringen dat ik hem mis. Hij at altijd borrelnoten. En die at hij dan zo heel hard krakend. En daar irriteerde ik me soms echt mateloos aan. Dus als ik borrelnoten zie, dan hoor ik hem automatisch die borrelnoten eten. En daarnaast gebeurt het ook gewoon wel eens opeens dat zo'n gemis binnenkomt. Dat je ergens bent, het helemaal niet verwacht en dan opeens denkt, oh ja, shit, je leeft nu zonder die persoon. Mijn vader was een hele culinaire man, een Bourgondier. Goed eten, goed drinken. En ik heb laatst voor het eerst zwezerik met bloedworst klaargemaakt. En dat is zo grappig dat je op zo'n moment dat ik dan dat bordje op sta te maken aan de hand van een plaatje, en dat ziet er dan precies uit zoals het op het plaatje stond beschreven, dat ik, potverdorie, was jij maar hier, dan had ik het je voorgezet en dan had jij het met heel veel smaak opgegeten en dan was die trots geweest. Als je vrouw jong sterft, dan mis je niet alleen haar, maar dan mis je ook de moeder voor je kinderen. Maar je mist ook gezamenlijke toekomstdromen. Je mist de mogelijkheden ook voor jezelf. Want je wordt plotseling heel erg beperkt tot wat je moet doen. Namelijk voor kinderen zorgen. Ik heb dan een relatie gehad in het verleden. Dat je dan een bepaalde manier van geborgenheid soms gewoon even mist of zo. Omdat je hebt vrienden, je hebt je familie. Maar toch is een partner is dan toch wel weer iets anders daarin. Het meeste wat ik van hem geleerd heb. Is dat denk ik dat het. Dat hij er in één keer niet meer was. Dat is de grootste les die ik van hem gehad heb, denk ik. Je kunt er op een gegeven moment zomaar niet meer zijn.
En dan moet je, je moet het niet, maar het is voor jezelf fijn om te weten dat je wel een mooi leven gehad hebt en dat je goed voor degene geweest bent die om jou heen zijn. Ik denk dat het voor jezelf ook wel fijn is als je het een plek kan geven. In de zin van dat je weet hoe je dat met je mee gaat dragen de rest van je leven. Daar heb je tijd voor nodig om dat te ontwikkelen of te ontdekken. Bonhoeffer zegt dat zo prachtig in een van zijn geschriften. Je moet die pijn openhouden. En niet proberen dat te verdoezelen, weg te poetsen. Pijn is pijn, gemis is gemis. Ik denk iets een plek geven is dat je iets met jezelf meeneemt in je leven. Dat je dat meedraagt. En dat als het kan, dat je het ergens meeneemt zonder dat je er elke keer over struikelt. Dat is wat Prediker zegt. Hè? Er is een tijd van liefhebben en een tijd van loslaten. Een tijd van vasthouden en van loslaten. Er is een tijd van geboren worden en een tijd van sterven. En als je in dat ritme wat de Bijbelse wijsheidsliteratuur leeft, dan mis je. Maar zie je ook wat God weer nieuw geeft. Ja, c'est la vie, hè? Dat is ook het leven. Het hoort er ook bij. En missen blijft altijd. En de pijn, die vergeet je. Dus dat vind ik altijd wel prettig om aan vast te houden. Dat je weet op het moment dat iemand overlijdt, dat doet heel veel pijn en dat kost tijd. Maar die pijn, die slijt wel. Alleen missen, ja, dat blijft de rest van je leven wellicht. Littekens blijven wel heel sterk. Nou moet ik niet net doen alsof dat... Ik zie mijzelf al als een levenslang litteken op het gebied van de dood. En dat het ook niet iets is waarvan je zegt, oh ja, daar heb je een paar stappenplan voor en dan deal je daarmee. Gemis blijft volgens mij altijd onderdeel van je. Je moet er op een bepaalde manier mee leren leven en mee leren omgaan. Maar het mag er ten eerste gewoon zijn. Weet je, vanuit de christelijke traditie hebben we het natuurlijk heel vaak over dat mensen die komen te overlijden, dat ze veilig zijn bij God, ook na de dood. Dat God met ons meegaat door het leven en ook na dit leven. En op een bepaalde manier droeg dat vertrouwen me ook wel. En hij was daar heel stellig in, dat hij zei van we gaan gewoon, hierna zijn we bij God en dan komen we elkaar echt nog wel eens tegen. En dat gaf mij ook wel die hoop of die moed dat ik zei van... We hoeven elkaar niet echt los te laten. Misschien zien we elkaar ooit nog wel eens. En anders dragen we elkaar in ieder geval met ons mee. Want hij zit sowieso ergens in mij. Want ik ben geworden wie ik ben. Omdat ik ook met hem in contact was in mijn leven. Ja, voor mij heeft geloof daar wel betekenis. Vooral ook heel erg in het gevoel dat... op wat voor manier dan ook God het wel in zijn hand houdt. Of in ieder geval er ook wel bij is. Maar dus ondanks alle vragen en het verdriet en gemis... dat je het niet alleen hoeft te doen, omdat God op wat voor manier dan ook wel meegaat. Voor mij is geloof echt de enige manier waarop ik hier mee uit de voeten kom. Het geloof dat zij haar leven geborgen is in God. En dat, ook al is het voor mij erg onaf, haar bestaan, dat voor bij God wordt afgemaakt of is afgemaakt. Dat vind ik buitengewoon belangrijk. Op het moment dat je heel veel mensen omarmt, dan moet je ook heel veel mensen loslaten. Dat maakt je wel kwetsbaar. Maar het maakt de kwaliteit van leven in die zin ook wel een stuk mooier. In wie herken jij je vooral?